kanaal bij een nieuwe video en welkom bij een nieuwe unboxing. En ik kan je vertellen, dat wordt nog wel een dingetje de komende tijd. We gaan leuke maanden tegemoet, of maanden, het is eigenlijk al november. Anyways, een leuke tijd tegemoet. En vandaag gaan we een unboxing doen van de Xbox Series S. Dit is één van de twee next-gen Xboxen die eind dit jaar releasen. En dit is dus het S-model. Deze heb je al voor nog geen 300 euro. Dus dan heb je voor minder dan 300 euro een next-gen console. Super sick. En ik had een paar weken terug een mailtje gehad van Xbox die vroeg of ik geïnteresseerd was. En mijn antwoord was natuurlijk heel simpel. Hell yes. Dus we gaan vandaag beginnen met de unboxing. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En let's go. Hoe kan ik dit nou goed unboxen? Ik ga een poging wagen. Kijken of dit werkt. Kijk eens aan, boys. Dit is de Xbox Series S. En dit ding is klein, jongens. Dit ding is echt gigantisch klein. Ik zal ook even kijken of ik echt me kan vergelijken. Waarschijnlijk de beste vergelijking is met een controller. Want als ik hier kijk naar die afbeeldingen... Voor mij is het op zich wel goed nieuws. Want ik speel momenteel de meeste Xbox games op mijn PC. Alleen heb ik altijd problemen met streamen. Met deze Xbox betekent het dat ik daar gewoon alles zonder problemen kan streamen. Dus verwacht ook binnenkort wat Forza streampjes. Ook de nieuwe Forza Motorsport die eind dit jaar released. Die gaan wij sowieso doen. Dus goed nieuws. En we gaan eens even verder met de unboxing. Jullie zijn hier voor een unboxing, toch? Kijk, daar is hem. Oh. Had ik Xbox eigenlijk al bedankt? Ik loop een beetje te hard voor stapel. Dankjewel Xbox voor het opsturen van de Xbox. Dat klinkt raar, maar oprecht, dankjewel. Super tof. En we gaan hem eens even openen. Ik heb alleen geen mes. Slechte voorbereiding weer. Ik heb wel de welbekende lepel. Mochten jullie er in de streams bij zijn, dan weten jullie wat deze lepel betekent. Helemaal niks, maar ik heb hem wel. Kan ik dit openen met een lepel? Dit is denk ik als eerste unboxing met een lepel. Never done before. Kijk, laatst hadden we ook al een unboxing. Dat was ook echt revolutionair. Toen zaten we op de grond. Nou doen we het met een lepel. Wat is de volgende stap? I don't know. Jullie zien ook helemaal niks. Hè? Dat is het mooiste van alles. Ik ben een unboxing amateur. Ik doe mijn best, oké? Wacht, kijk. Ah! Zo, werkt dit? Kijk eens aan, boys. Hier heb je hem dan. De Xbox Series S. En op de achterkant, Power Your Dreams. En zoals je trouwens ook al ziet, iemand heeft mijn doos laten vallen. Dat was ik niet. Ik zou hier zorgvuldig mee omgaan. Maar zoals je het waarschijnlijk ook kunnen zien op de achterkant. Je hebt de Xbox Game Pass. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar dat is een maandelijks of een jaarlijks abonnement. En dan krijg je toegang tot echt 100 plus games. Een complete library. En dat zijn allemaal gewoon echt triple A titels als je hier ook kan zien. Dus super sick. Ik heb dat momenteel ook. Dus ik raad iedereen aan om dat sowieso een keer te checken. Maar we gaan eens even kijken hoe ik deze doos open kan maken. Ik had net mijn lepel gebruikt en dan krijg ik hem niet meer open. Hoe dan? Oh! Oh, I'm an idiot. Er zat hier nog tape onder. Dat verklaart waar ik hem niet open kreeg. Ja, ik moet echt nog een beetje oefenen met unboxen, oké? Ik weet dat jullie mij allemaal voor gek verklaren. Yes! Waar een lepel allemaal wel niet goed voor is, jongens. Surprise, surprise! Aan de andere kant zit ook een tapeje. Ik kan je één ding vertellen, ze hebben hem goed ingepakt. Jezus! Here we go. Kijk, nou kan hij open. Het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Oh, wauw. Wauw, dat ding is klein. Holy moly. Jezus. Power your dreams. Weet je waar dit op lijkt? Dit lijkt op zo'n zo'n etenpakket waar je kan bestellen. Zo'n groen, ik weet niet. Ziet er heel erg fris uit. Maar dit is hem. Holy moly, ding is klein. Kijk dan. Dit is hem. Ah, Jezus, dit ding is klein. Dat is ideaal. Damn. Dit ding is letterlijk net zo groot als de dock van mijn headset. Ik sta oprecht versteld hoe klein dit ding is. Ik wist dat hij klein was. Dat was geen verrassing. Maar... Wauw. Kijk. Het lijkt wel op een speaker. Met die fan hierboven. Focus. 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 Oké, there we go. Halleluja, dat duurde lang. Dit is hem dan. Hij is echt super clean. Echt, ik vind het vet. Ik hou er wel van. Gewoon een simpel, strak design. Wat me nou trouwens opvalt is, hier zit ook geen cd-speler in. Dus dit is eigenlijk all digital. En aan de achterkant hebben wij internetkabel, twee USB's, een HDMI, een storage expansion. Daar had ik inderdaad van gehoord, dat je dat kan upgraden. En input voor de power supply.
Ik sta nog steeds versteld hoe klein dit ding is. Dat is bizar. Ik zal even kijken wat er nog meer in de doos zit inbegrepen. We hebben een kaartje. Voor mensen die niet weten hoe je een console aansluit of zo. Connect the power cord and HDMI to console. Then press the Xbox button on the front of the console to turn it on. Nice. Ik denk dat dat wel goed moet komen. Ik denk dat wij daar wel uitkomen. Maar we zijn nog niet klaar. Als jullie kunnen zien, heb je hiervoor nog, of achter eigenlijk, hebben we nog een geheime compartment. En hierin hebben wij de kabels. Daar komen we zo meteen. We gaan eerst even kijken naar de controller. En dat is deze. Als het goed is, is deze Xbox niet veel, of deze controller niet veel anders dan die oude. Ik heb die oude daar liggen. We gaan even kijken. Al is dat wel een pro-controller, maar volgens mij, bij de rest, scheelt dat niet veel met elkaar. Dus dit is de gloednieuwe Xbox controller. En wat ik gelijk al voel is in ieder geval aan de achterkant heb je meer grip. Hier zitten van die ribbeltjes. Dat is wel nice. Dat is eerst wat me opvalt. Wat ik ook vet vind is dat die knoppen zwart zijn. Ik weet niet waarom. Maar dat ziet er wel super clean uit. Looks good. Hij is wel super licht, man. Hier kunnen wel batterijen in. Je kunt hem ook gewoon gebruiken met kabel als het goed is. Dat is wat ik voornamelijk eigenlijk al deed met mijn andere Xbox controller. Maar ik zal het even naast elkaar houden. Kijk, dit is mijn Pro-controller. En dit is nou dus de nieuwe Xbox-controller. Vrijwel hetzelfde. Niet echt veel verschillen. En ja, ziet er nou uit. Hij is wel echt super licht. Alleen, zoals ik al zei, hier zit geen batterij in. Dat zal wel een verschil maken. Maar alsnog, hij is echt heel licht. Ik moet zeggen dat hij wel lekker in de hand ligt. Bevalt me prima. Ja. En is ook met USB-C heet dat volgens mij. Hoe heet dat ding? Ik vergeet altijd hoe die heet. Volgens mij USB-C, right? There we go. This is ook nice. Looking good. Oh, wacht. Batterijen inbegrepen. Kijk eens aan. Van alle gemakken voorzien. Dan kan ik ook goed vergelijken of dat gewicht inderdaad te danken is aan de batterij of niet. Ik denk het niet. Ik denk dat de controller inderdaad gewoon een stuk lichter is. Nou, denk ik persoonlijk wel dat die Pro-controller die ik had sowieso wat zwaarder is dan een standaard-controller. Dus dat is misschien niet echt een goede vergelijking. Maar ik zeg het je, deze controller is licht. Nog steeds. Hij is echt licht. 100%. Dat scheelt echt dag en nacht. Dus, looks good. Looks good. Het volgende wat we in de doos hebben zitten, dat is een HDMI-kabel. En dit is niet zomaar een HDMI-kabel. Dit is een high-speed kabel. Dus, ik weet niet precies wat dat inhoudt. I mean, waarschijnlijk van hogere kwaliteit en beter. Super sick. En trouwens, ik weet niet of je het weet, op deze console kan je ook in 120 fps spelen. En dat is iets wat de laatste tijd echt wel een vooruitgang is. De oude consoles waren meestal gecapt op 60 volgens mij. 120 is echt een gigantische stap vooruit. En als je het verschil merkt tussen 60 fps en 120 fps gaming, wereld van verschil. Dus we gaan een goede tijd tegemoet, boys. We gaan een goede tijd tegemoet. En als laatste heb ik nog een boekie met uitleg voor mensen die niet weten hoe het werkt. Maar wij weten dat natuurlijk. Hè. Wij zijn echte gamers. Maar ik had bijna het belangrijkste. De power cable. Dat is ook wel handig inderdaad. En wat ook nice is, hier zit geen grote power brick bij. Dat is wel een beetje een afknapper als er zo'n grote brick bij zit. Dus dat was hem. De doos is inmiddels leeg. Kijk eens aan. Ik sta nog steeds versteld van hoe klein die Xbox is. Ik hou eens even naast elkaar. De Xbox en die controller. Letterlijk, de Xbox is 2 keer zo groot dan de daadwerkelijke controller. Kijk dan. Dat is insane. Hey, ik zal sowieso komende week waarschijnlijk wat Forza streamen op Twitch. Dus zorg sowieso dat je me volgt op Twitch. En dan zal je me live zien op deze nieuwe console. Dus ik wil nogmaals Xbox enorm bedanken voor het voorzien van dit toffe pakketje. En ik zal er sowieso gebruik van maken. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je hem leuk? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hoop ik tot zo snel. Houdoe.